Hoi, goedemiddag, Patrick van de Wielrennershop. Vandaag wil ik het hebben met jullie over het nieuwe paradepaardje van Assos, de Stradivari. Ja, de naam die je niet elke dag goed zal uitspreken. Het is een super, super lichte broek. De eerste keer dat wij hem uit de verpakking haalden, dacht ik wel zo. Dat is wel echt een hele lichtgewicht fietsbroek voor zomerse omstandigheden. Ze hebben hem op een aantal punten verbeterd ten opzichte van de oude RS. Dat zal ik dadelijk nog wat verder laten zien ten opzichte van de andere, de oude variant. De bretellen, super comfortabel, super dun. Met een two-way stretch, dat hij gewoon echt perfect op je lichaam aansluit. Nog meer compressie op de zijpanelen. Dus ja, de RS zegt het al, de race-serie. Dus echt voor iemand die fanatieke tochtjes maakt of met de jongens op zondagochtend de gashendel opendraait. De binnenkant hebben ze echt gemaakt met flinterdunne nopjes eigenlijk. Dat die grippers dat die beter op je been blijft zitten. Qua gewicht is hij enorm naar beneden gegaan. Qua draagcomfort, verkoelend vermogen is hij nog eens verbeterd op zitten van de oude. Dus ja, zoek je een broek die je prestaties helpt bevorderen. Ja, dan zou ik zeker eens naar deze kijken. Mocht je deze video leuk vinden, duimpje omhoog en volg ons op de YouTube en andere sociale kanalen. Ja, nog even wat kleine verschillen tussen de oude RS Targa en de nieuwe RS variant. Wat ik net al zei, race variant, de RS, de racing serie. Het grote verschil zie je eigenlijk in de nieuwe broek. De binnenkant zitten hele kleine grippertjes die flinterdun zijn en perfect op je been blijven zitten. Nog minder materiaal gebruiken, waardoor de broek nog lichter is qua gewicht en nog beter aansluit op je been. Zoals je dan ziet in de oude variant hebben ze nog wat extra naden moeten gebruiken. En de andere gripper die op je been blijft zitten. Het was al super. Alleen ten opzichte van de nieuwe is het nog eens verbeterd qua gewicht. Qua verkoelend vermogen. Qua dat je nog meer compressie op de zijpanelen gaat krijgen. En het grote voordeel vind ik eigenlijk nog wel. Zie je steeds meer in het profpeloton komen. Dit is dan de normale versie. En ze maken eigenlijk ook nog een long versie, die is 3 centimeter langer op de pijpen. Zeker de Nederlanders onder ons, die zijn best wel wat lang en die wensen een steeds langere fietsbroek. Die tot bijna op de knie komt. Mocht je dat niet willen, heb je nog steeds de standaard variant. Mocht je een wat langere willen of wensen, kies dan voor de long variant. Die 3 centimeter langer is, die nog wat meer compressie biedt voor je snellere ritten.